In een bedrijfsverzamelgebouw in Lelystad is gisteren een ecstasy-laboratorium ontdekt. Dat gebeurt aan het eind van de middag. Een omwonende had rook uit het pand aan de Platinastraat op industrieterrein Oostervaart zien komen en sloeg alarm. Ja, die melding is even na 5 uur vanavond is die binnengekomen op de meldkamer. En is ook gemeld als een melding van gevaarlijke stoffen waarop onze eenheden zijn uitgerukt. Het leek inderdaad om een ecstasy-laboratorium te gaan. Dat was opgesteld in een ruimte van 4 bij 14 meter. Ze hebben ook inderdaad 2 opstellingen aangetroffen die werkend waren. Ook een aantal mensen in het pand. En op dit moment is de landelijke eenheid ontmanteling is bezig om alles in kaart te brengen. Om te kijken of ze dat proces op dit moment kunnen stoppen. 3 mannen die in het laboratorium aanwezig waren zijn aangehouden. Ondanks dat de Platinastraat gedeeltelijk was afgezet, was er volgens de politie geen gevaar voor de omgeving. Kees, brandweer. In het voetbalstadion van Almere City FC is vanochtend een rampoefening gehouden door de veiligheidsregio Flevoland. Bij de grootschalige multidisciplinaire veldoefening werd gesimuleerd dat er een luchtballon was neergestort tijdens een voetbalwedstrijd. Hebben jullie echt zuurstof nodig? Alle hulpverleningsdiensten waren ter plaatse, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Tijdens de oefening is ook het veiligheidsplan van Almere City FC getoetst. De natuurfilm De Nieuwe Wildernis heeft tijdens het gala voor de Nederlandse film een gouden kalf gewonnen. De natuurdocumentaire over de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere was genomineerd voor de publieksprijs. Samen met de films Soof en Hoe duur was de suiker. De regisseurs Mark Verkerk en Ruben Smit hebben vrijdagavond in Utrecht het gouden kalf in ontvangst genomen. In De Nieuwe Wildernis volgde een filmteam 2 jaar lang vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden ter wereld. Eerder dit jaar won de natuurfilm ook een Rembrandt Award voor beste Nederlandse film van 2013. Het bureau Gelijke Behandeling is begonnen met de actie Homo is geen scheldwoord. Bij voetbalclub FC Almere nam wethouder René Peters symbolisch de aftrap tegen Alsmeer. We willen aandacht vragen voor wat schelden met mensen kan doen. En dan denken we in dit geval speciaal aan jongeren die nadenken over het uit de kast komen of die moeite hebben met hun coming out. Als je dan vaak hoort dat om jou heen gescholden wordt met woorden als homo, mietje, flikker, dan krijg je al het gevoel van hey, homoseksualiteit is iets negatiefs. En dat het niet negatief is, wil de organisatie met deze speciale voetbalactie laten zien. In samenwerking met de KNVB en verschillende voetbalclubs. Het is een eerste stap. We zijn hier wel zichtbaar aanwezig, dus mensen vragen zich misschien even af of gaan naar huis met het idee van wat heb ik eigenlijk met dit thema en gebruik ik zelf die scheldwoorden ook eens. Wordt er gereageerd hierop? De reacties zijn wisselend. Sommige mensen zijn verbaasd, die komen binnen en die zien vlaggetjes hangen. Is hier een gayfeest? Mensen zijn dan niet op de hoogte. Ik heb zelf een aantal mensen langs de lijn gesproken. En dat varieerde van mensen die zeggen, nou zelf scheld ik nooit, maar wel goed dat jullie daar aandacht voor vragen. Of mensen die zeggen, nou, ik heb niet zoveel met dat thema. Dat kan natuurlijk ook. Volgende week zaterdag staan meer Almeerse voetbalclubs stil bij dit onderwerp. Dan is het ook Nationale Coming Out Dag.